Goeiedag en welkom bij een nieuw In Gesprek Met. U ziet me lachen natuurlijk omdat ik me in heel goed gezelschap bevind. Kunt u zich nog herinneren dat wij u hadden voorgesteld aan een deel van de contestanten van de... Uh, uh, hoe heet het? Tropical Beauty Suriname Contest 2019. Eerst de knappe heren en daarna de knappe dames, maar niet allemaal een deel. En toen had ik aangegeven, ik zal echt roelen voor de heren en ook voor de dames. Wel, van de dames, de contestanten die ik had geïnterviewd, die hebben het niet echt gehaald, maar van die heren is één de winnaar geworden. Maar ik praat te veel. Hè? Dus laat mij u gaan voorstellen aan de winnaar en winnares... van uh, Mister en Mrs. Tropical Beauty Suriname 2019. En de winnaar is geworden... Glossio stekel. <laughs> <laughs> en de winnares... Is... Farisha Chinashu. Van Richard, Chinnasu en Stekkel. Weet Stekkel. Oh, ik vroeg nog aan Glauzio, hoe bereid je je voor? Hoe ga je ervoor? Weet je nog wat je ja, antwoord wel, was? Ik, weet, nou, ik, ik zei dat ik uh, gewoon kalm bleef, ben gebleven. En uh, dat ik gewoon met de vloer ga en just have fun. Yeah. Ja, wel. You had fun? Jawel, I did. Het was echt gezellig. Een top show. Wel nerveus, maar het was echt top. Yeah. Ja, en ik weet nog, ik was ook op die show zondagavond. En jij was heel emotioneel. Waarom? Omdat mijn moeder in de zaal zat en ze begon te huilen. En het wekte ook bepaalde emoties bij mij ja, op. Okay. In combinatie met de vraag die ik die avond heb gehad. Omdat het dan ook echt voor mij een diep spot raakt. Mm -hmm. Ja. En de vraag was. Ging het, was jouw vraag over zelfmoord? Yes. Juist, oké. Okay. En, en waarom, waarom raakt het een diep spot aan? Omdat ik um, misschien twee jaar geleden um, een depressie had en ik ook ooit eens in mijn leven op dat punt was waar ik ja 19 jaren je hebt een depressie hoe kan dat ja. dus ik denk dat het het kan iedereen overkomen het heeft geen leeftijd aangebonden oh. maar um, ik denk dat we dan meer moeten de, als als de jeugd met zoiets komt dan krijg je dan meestal te horen van, weet je, overdrijf niet, je mm. bent nog klein, ja. of zo. Ja. Maar ik denk wel dat we een oor moeten geven aan elkaar. Ja. Want het is wel serieus. Ja, ik heb dan meteen de fout gemaakt, hè. Om te ja. zeggen, 19 jaar, en dus het heeft geen leeftijd, iedereen kan in een depressie raken. Het is hoe de omgeving ermee omgaat. Ja, en eigenlijk hoe jij zelf ook uiteindelijk... Ermee omgaat. Mm -hmm. Je hebt me benieuwd gemaakt. Ik kom er straks yeah. ook terug. <laughs> maar we zien hier een smilende Germain en dat kapsel! <laughs> <laughs> Germain, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Ja, mm -hmm. yeah, mijn kapsel, nieuwe missen, nieuwe missen. Yeah. We ook een nieuwe look hebben. Dankjewel, dankjewel. Als je terugkijkt, zondag, ik was er ook al met mijn gala, Jurk. ja, Hebben we dus dat gala-contest gehad? Als je terugkijkt, wat vind je ervan? Een prachtige avond. Mm. Ik heb elke minuut, elke seconde genoten van alle 18 kandidaten op het podium. Mm -hmm. Het was een waar spektakel, het was een spannend spektakel. Mm -hmm. Ik denk dat. Um... En het publiek was helemaal. Ik heb nog nooit een wistroffelijk op YouTube gehad met zoveel geluid vanuit het publiek. <laughs> ik zag het ook hoor, de, de mensen hadden echt hun aanhangers. <laughs> ik denk dat de jury een moeilijke taak had. De jury had het niet makkelijk. Uh, maar dat hadden we ook al gezegd. Um, de groep was goed. De groep was aan elkaar gewacht. Dat was duidelijk te zien, ook die avond. Mm -hmm. Dus ik denk dat enige uitslag gewoon verrassend zou zijn. Ja. En dat is het ook geweest. Ja. 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 Nou, you had fun and you went for it. Maar had je het wel verwacht? Ik had het niet verwacht, omdat <laughs> allemaal mede-kandidaten, stuk voor stuk uniek in hun eigen. Ding op het podium, ja. dus ik had het echt niet verwacht. Ja, ik had ja. het echt niet verwacht. Vooral na mijn vraag. Ik dacht van, oh no. Wat maar, was jouw vraag? Uh, mijn vraag was als ik de nieuwe voorzitter van TBS word, uh, wat me verandering. Oh ja, jouw antwoord was: je zou niks willen veranderen. Ja, ben je nog steeds die mening toegedaan? Jawel, ik ben nog steeds de mening van toegedaan, omdat je uh, ziet zelf, we hebben mooie mistakes <laughs> en missen kunnen volgen me dus jawel. Oké, okay, dus jij vindt dat de organisatie zoals die alles nu heeft georganiseerd het heel goed heeft gedaan. Ja, heel goed en uh, we zijn tot nu toe de beste page en zo is natuurlijk in Ja, ja, dat moet ik ook ja. toegeven. Ik heb genoten. Ah, ah, ah. <coughs> Germaine die gaat nog meer gelunderen. Maar, maar we komen terug, want nu ben jij gekroond tot de nieuwe Miss Tropical Beauty Suriname 2019. En je gaat Suriname straks vertegenwoordigen. Dus uh, wat heeft gemaakt, hoe ben je ermee omgegaan? Je zei je was in een depressie. Hoe ben je eruit gekomen? Zo, dus voor mijn depressie had ik een periode waar ik mediteerde omdat ik dat van mijn vader over had genomen. Mm. En op een gegeven moment heb ik hem gewoon laten gaan. En deed ik gewoon mijn eigen ding. Het, ik had dan ook niet echt een band met... Ga cheesy klinken, god. Mm. <laughs> maar um, ja, dus toen ik in mijn depressieperiode zat, dacht ik van... Ik mis iets in mijn leven, maar... Weet je, en dan ben ik met mijn moeder gaan praten. Dat helpt ook heel veel praten. Want meestal ben je dan te veel in je mind bezig. Mm -hmm. En dan ga je dan dingen niet luidop zeggen of andere mensen nee. zeggen. En dan hebben ze me dan geadviseerd van pak dit weer op, mijn meditatie moest ik daar weer oppakken. En dan zo is het dan langzamerhand. Weer goed gekomen, okay. ja. Dus nu pas begrijp ik waarom je zo'n emotionele band hebt met je moeder. Want ja. ze heeft je niet afgesnoeid of uh, gezegd, ach, kind, maar ze heeft je bijgestaan. Ja, natuurlijk. En dat is niet het enige mm. waardoor we beiden zijn gegaan. Er zijn nog wel andere dingen. Okay, okay. Maar ja, dat is um, close to the heart <laughs> and personal. <laughs> Sommige mensen zeggen, dat private. Let's keep it that way. Yes. <laughs> nou, in elk geval. Hoe heb jij de avond ervaren? Nou, het ging echt snel voorbij. Mm -hmm. <laughs> dus ik probeerde per ronde, dat is ook door uh, Sri Dewi van vorig jaar um, geadviseerd, probeer je per ronde te focussen. Mm -hmm. En ook echt in het moment te leven. Want de avond gaat echt heel snel voorbij. Mm -hmm. Dus dat probeerde ik te doen, echt per ronde even mezelf terug te trekken. En dan, oké, go. Go for it. Ja. Yeah. En, en jouw talent dat was ook leuk. Wie heeft jou op dat idee gebracht? Um, mijn talent was. Ja, het is iets voor jezelf. TBS laat alles gewoon aan jou over. <laughs> dus het was gewoon iets waarmee ik ben gekomen. Mm -hmm. En natuurlijk um, had ik um, een, iets in mijn hoofd, kwam er muziek en dan ben ik zo naar professionals gegaan om eigenlijk mijn idee over te brengen. Mm. Voor mijn mix had Nano me geholpen. Mm. Hij had ook opgetreden die avond. Yes. Dus ik kwam daar en ik zat en ik had alles op papier van oké, okay, zoveel seconden, zoveel seconden, moet dit stukje zijn. En hij was echt zo van wauw, nooit is iemand <laughs> gekomen met een lijst van wat hij precies wil. Maar ja, dus ik, ik heb het echt uitgedacht ja. en ja, Helemaal. zo is het. Helemaal. je hebt Suriname neergezet. Ja, we <laughs> hebben zoveel culturen in ja. één klein land. Ja. Dus we kunnen echt gewoon wauw dingen doen. En wie heeft je kan leren dansen? Ik zag het, wat was <laughs> Wel, ik heb Krioos bloed in me. Okay. Mijn vader luisterde de hele dag naar Lieve Hugo en um, Sabaku okay. en al die soort dingen. Dus ja, het is gewoon, zo ben ik opgegroeid. Oh. Ja. Okay, pas zieke, want ik dacht, dacht dat... wat? This lady can shake. <laughs> A little, we zijn Syriamers. Yeah. <laughs> en Klausjo, jouw jou act, het was apart. Ja, klopt. Ik uh, zat er wel mee wat ik ga doen. Mm -hmm. Zelfs voor de show, zelfs voor de auditie, dacht ik van: Ik heb geen talent. Wat ga ik doen? <laughs> Zoveel mensen op Facebook zeiden van: Wat ga je doen voor je talent? Ik zei van: Ik weet het niet. Ik weet niet als ik mijn naam moet, nog, uh, nog moet gaan zetten. Mm. Dus uiteindelijk dacht ik van, oké, okay, thai box betekent veel voor me. Mm -hmm. Het is niet alleen een sport zoals ik aangaf in mijn dingen. Dus um, ik dacht van, oké, okay, ik ga iets daarmee doen. Dus ik ben het op gaan zoeken, traditioneel. Dus ik heb het daarmee gedaan. Mm -hmm. Ik dacht van, oké, okay, stokken breken, ik houd toch van dingen breken. Yeah. Dus ja. <laughs> ik heb oh. dat. Dus zei sterren <laughs> En je hebt ook een beetje spoken word. Ja, klopt. Dus mijn spoken word was, thai box is niet alleen een sport. De meditatie erachter kan ervoor zorgen dat je anders gaat denken over het leven. En dat heeft me heel veel geholpen in het leven, omdat ik ook met battles zat. Dus uh, het is net als wanneer je in de ring bent. Je krijgt een klap en je denkt: van, ey, moet ik doorgaan of moet ik niet doorgaan? Maar zoals ik op mijn benen had gezet: never give up en ga gewoon door. Never give up. and today is here. Jawel. Maar je maakt me nieuwsgierig. Je hebt ook battles gehad. 24 jaar. Wat waren jouw battles? Battles, zo. So, uh, privé, maar. Oh, private! <laughs> ja, maar ik ben er alleen maar goed van geworden. En uh, ja, hier sta ik nu. Ja. Jawel. En op de avond, hoe is het met je nek? Want je hebt mama. Vertel, je bent uitgeroepen tot. Miss Tropical Beauties, de hoofdtitel. Best Body, dacht ik niet dat ik zou winnen. People's Choice, dat wist ik wel zo'n so beetje, maar to het was toch verrassend. To het was anyone's game. Mm -hmm. um. En Mr. Social Media. <laughs> ja, dus uh, ik had die twee dagen niet verwacht. Dus, Mr. Social Media had ik niet verwacht en Best Body had ik niet verwacht. Yeah. Waarom well, yeah. niet Best Body? You have a Best Body, toch? Die anderen an andere zien er ook leuk uit. En ze waren droog. Ik dacht: van, oké, okay, ik heb geen buikspieren. Okay. <laughs> maar ik was ook immer in shape voor wedstrijden. Want ja. ik had de vorige week ervan, 27 juli, zou ik een wedstrijd draaien, maar het is niet doorgegaan. Dus ik heb de positieve vibe eruit gehaald van, oké, okay, je weet maar nooit waarvoor het goed is, want ik zei mijn moeder dat ik ga vechten en ze zei van, no, wat stress moet je uh, met een blauw oog op het podium lopen <laughs> en al die dingen. Dus ik zei net zo van, Rudy zal het wel kofferen met make-up. <laughs> dus uh, ik heb de positieve vibe gehaald en... Um, ik zei van oké, okay, ja, als het niet daar is, gelukt moet het die avond wel lukken. En het is gelukt. Het is gelukt. Gefeliciteerd. De sjerp. Hij kreeg de ene sjerp na het andere, maar dat was gewoon geweldig. Maar Jermaine, um, tijdens de voorbereiding, jullie, jullie gaan er echt tegenaan, heb ik gemerkt. Maar hoe is uh, de support van hun omgeving? Deelen jullie ook daarmee? Um, dat is eigenlijk het eerste wat we aanpakken al vanaf het uh, begin, bij de inschrijving. Mm -hmm. We hebben Nadat de groep gekozen is, hebben we een meeting met, die met ouders. Mm -hmm. Ouders of verzorgers of de mensen die dichtbij ze zijn. En we leggen ze ook uit. Dat is druk, dat is het is zwaar, ze weten um, het. Uh, ze hebben ook mijn lieve zijde gezien. Ze hebben ook die andere kant van me leren kennen. Ook de avond voor de show. Dus ik moest weer ook gaan verontschuldigen daarvoor. Maar dat is omdat... Um, je uiteindelijk streeft naar een bepaalde perfectie. Um, Tropical Beauty Show is acht jaar, is niet zomaar, zet je niet zomaar neer. Um, het vergt veel van hun, dat geef ik echt toe, het vergt echt veel van hun, uh, het vergt veel van ons als organisatie. En je wil het publiek waarvoor hun geld geven. En dat komt met trainen, dedication, support van huis. Support van huis is niet altijd even, want niet iedereen begrijpt het in één keer. Sommige ouders denken van, maar waarom zijn ze zo laat op straat? Ja. Waarom duurt een fotoshoot een hele dag? Ik denk bijna 24 uur. Um, weet je, en um, dat zijn de dingen waarmee we te maken soms krijgen. We proberen ouders ook zoveel mogelijk daarop voor te bereiden en te richten. En dan moet je niet vergeten, nadat je het weekend bij ons hebt getraind, heb je nog je hele Normaal leven, het door de week nog doorgaat. School, werk. Um, ik heb eentje hier die op zaterdagavond naar het, na training naar het werk moest. En zondagochtend weer naar het werk moest. Dus soms zag je hem. Ik heb mooi. Eh, ik mag die foto's niet delen. En waar hij slaapt, in het, bij de training oh, slapen. En het is, het is een opoffering. Voor mij ook. Want ik heb ook een normale dagelijkse baan. En dan heb ik ook. Geloof me, ik denk dat ik uh, gisteren eindig mijn bed heb gezien. <laughs> Sinds vrijdag. Dus ik was ook blij dat ik weer in mijn eigen bed kon slapen. Maar het is, het is een, om een goede show neer te zetten, komen er wat offers. Ja. En het is offers van de organisatie, offers van de kandidaten en offers van je heel productieteam. En daarom ben ik ook eigenlijk vanuit deze weg ook iedereen die mee heeft geholpen, ook het hele productieteam en ook de kandidaten, heel dankbaar voor hun inzet de afgelopen maanden om wat u zondag heeft gezien neer te zetten op. Dat plan ja. En de sponsoren en die de hebben sponsoren jullie ook niet in de steek gelaten. Nee, 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 nee. Daar zijn we ook heel trots op. Heel veel sponsoren hebben ons ook geholpen. Uh, kleine sponsoren, grote sponsoren, sponsoren die er elk jaar bij zijn. En die zijn we ook echt dankbaar. Omdat zonder hun we uh, ook geen Tropical Beauty show konden draaien. Ja, helemaal. Nu, Miss Tropical Beauty Suriname. Wat nu? Wat volgt er nu? Wat volgt nu? Zo, dan Moet dat moeten? Zij zeggen toch? Nee, het enige dat ik weet is uh, interviews, interviews, interviews. En mm -hmm. <laughs> sowieso uh, Miss Supranational in Polen mm -hmm. 2020. Mm -hmm. Dus dat we nu daar naartoe gaan werken. En je bent er ready voor? Uh, wel, ik heb een jaar. Dus als ik nu zo zeg, ik ben ready, dan sturen ze me straks als dus Ik ben nu ready. <laughs> Je gaat je tijd nemen en je helemaal voorbereiden op, uh, om Suriname waardig te vertegenwoordigen. Ja, ik zou alles dat ik kan leren binnen dat jaar gewoon nemen, meenemen met me. En natuurlijk datgene wat me hier heeft laten winnen, altijd nog blijven houden. Dat is gewoon mezelf zijn. En dan in het buitenland gewoon dat uitstralen. Ja, ja, ja. ja. Je lijkt nu al, uh, ik denk dat we een supranational kandidaat zullen hebben. Winnares. He? Ga deze video sturen <laughs> Helemaal. En uh, hoe ga jij je voorbereiden op Polen? Zoals ik zei, gewoon met de vlog gaan. Elke trainingen, hoe zijn. Gewoon uh, just gonna have fun with it. En ik ben er zeker van dat ik Suriname op een ander niveau zal vertegenwoordigen in Polen. Ja, ja, ja. Best body, het moet hè? daarop mag reageren, om. Wat u ook ziet, we dus zeggen 2020 naar Polen gaan. We hebben gemerkt dat ook draagvlak creëren nationaal belangrijk is. Dus we gaan ook, het corona-miss tropical beauty Suriname. En het dansbad is Suriname. Dus wat wij willen nu, en dat heb je gemerkt met Sri Dewi. is echt nationaal nu eerst en ze gaat nu naar Polen. Ze heeft overgedragen, dus ze kan zich focussen op Polen. En dat gaan we nu ook doen. Zij gaan zich nationaal profileren, bagage opbouwen. Events, ze gaan interviews, maar ook events. We gaan een platform creëren zodat ze naar het buitenland gaan met bagage. Zoals je zei, daar hebben we een contender. Want dat is wat we. Um, als je kijkt naar alle kandidaten in het buitenland en ze doen mee, je kijkt naar de Miss Universe, maar je kijkt ook naar de Miss Supranational. Wanneer je de show ziet, dan hoor je dat die is accomplished doctor, die heeft uh, uh, al zoveel sociale projecten gedaan. Uh, dit, dat, en dat is omdat de voorbereiding daar al ook begint. Want het zijn ook al meisjes die al, en heren die al trainen naartoe. En die bagage gaan we. Hier ook creëren. maar natuurlijk ook kijk, u heeft het gezien. We hebben 18 kandidaten gehad, ze hadden een following, niet allemaal zijn de prijzen gevallen, één heeft gewonnen, dus ja, je hebt altijd een beetje die emoties en je hoort, maar wat we willen hebben is dat aan het eind van het jaar zij zodanig hebben dat ook de andere following ook achter hun gaat staan, zodat ze als Suriname weg kunnen gaan met alle 600.000 mensen achter ze aan. Ah, yeah. Ja. Ik zie dat de organisatie echt bezig is en jullie denken steeds na over het steeds verbeteren van dit contest. Hè? Dus, ja. Want vroeger, je weet dat hoe men het noemde, die shows en die contesten in Suriname vleeskeuring. Nee, <laughs> ja. no, no. Maar dat is het helemaal niet bij deze. Helemaal niet meer. Als je, ik moet ook zeggen, toen we zijn begonnen in 2012. En ik kijk naar de eerste show en ik kijk naar hoe we zijn begonnen in de ballroom. Want we zijn weer teruggegaan naar ons huis. Zo ja. zeggen we dat. Ja. Um, en wat het nu is geworden. Ja, toen was het ook voor ons alleen maar wat lopen dit. En er zijn er is zoveel trainingen bijgekomen, zoveel vormingen, zoveel uh, waarop je nu tegenwoordig moet letten. Dat het, het uiterlijke bijna niet meer meespeelt. Je gaat nu letten op innerlijke vorming. Je gaat letten op. Um, je mentale voorbereiding. Ze zeiden net ook al in een interview mentale stress. Want het is een mentaal. Het is het, alles is mentaal. We kunnen al lopen, we kunnen al staan, we kunnen al dansen, we kunnen al mooi poseren. We schaven het alleen een beetje bij. En we geven je een beetje hoger hakken, weet je dames. En die heren mooie lak gewoon. En een pak. Want sommigen hebben nog nooit een pak gezien. Maar het is je mentale voorbereiding, je mentale groei. Want op een gegeven moment groei je hieruit. Je groeit op een. Andere je wordt een klein beetje sneller volwassenen bij ons en dat eisen we ook van je: dat je een klein beetje sneller op een volwassen denk denkniveau gaat. Maar mm -hmm. je vroeger, en het begint al bij het contract, je merkt hoeveel 18- tot 26-jarigen een contract lezen. Ze lezen het niet, ze lezen en ze tekenen. Mm -hmm. Ik laat je het lezen, woord voor woord, mm -hmm. doorgaan, heb je vragen tekenen. Dat is al je eerste stap naar volwassenheid ja. en dan komt discipline. Dus het is, het, is een, het, is een, het is niet meer een vleeskeuring, het is meer een mentale keuring. Oké. Okay. Jij als jongere, wat geef je de jongeren mee? Je bent nu uh, mis, dus jij bent nog meer een voorbeeldfiguur dan voorheen. De jongeren gaan naar je opkijken. Wat geef je ze mee? Nou, ik zou zeggen: Als je jong bent en ook als je ouder bent, kan je heel veel doen in je leven. Er gaan dingen naar je toe komen, opportunities, pak ze gewoon. Uh, meestal denken gewoon, zet er gewoon een maar achter alles, maar pak die opportunities gewoon, want ze zijn voor de reden naar je toegekomen. En al faal je in die opportunity, je leert er altijd iets uit. Dus pak alle opportunities die je kan in je leven, probeer alles dat je wilt proberen. Ga de wereld rond, leer zoveel je kan en ja, dan als je aan het eind bent, dan ben je gewoon echt zo van, I did that. Mm, mm, ja. <laughs> Dankjewel. Nou, de jongeren hebben dat gehoord. Mr. Social Media, Mr. Best Body, Mr. <laughs> Mr. Oeh. <laughs> Wat geef jij de jongeren mee? Ik geef de jongeren mee die schoolgaande alfas. Als je het niet hebt gehaald, geef niet op. Het is geen einde van de wereld. Je gaat er gewoon weer hard tegen naar oktober. Mag je niet van je vakantie dat alvast? En um, als je dingen op je pad krijgt, geef niet op. Weet je, en ja, dat zit Gewoon, geef niet op. Yeah. Don't give up. Yeah. En uh, je bent in het leger? Ja, klopt. Wat is je rang? En... Ik ben nu soldaat 1, maar uh, ik ga misschien uh, van het jaar nog in een klas. Wow. Ja. Heb je studie gevolgd of zo? Uh, nou, gewoon met mijn diploma die ik heb. En uh, kan ik een uh, andere fysiek, uh, klas gaan volgen? Ja. Yes. Natuurlijk, toch? Dan word je wat? Zegt uh, Sjaan. Chant. Dan gaan we niet meer zeggen, soldaat. Schand! <laughs> nou, gefeliciteerd, toch? Nogmaals. Yeah. En uh, we gaan je beleven volgen. Ja, sowieso. Ja. En wat doe jij in het dagelijks leven? Ik. Dus um, school, mm -hmm. <laughs> ik studeer op de medische faculteit in Suriname mm -hmm. en ik dans ook bij de Mysticals. Dat had ik tijdens mijn traject even op on hold moeten zetten, want anders zou het echt te veel worden. Mm -hmm. Maar, oei, dus nu heb ik gewoon, nou, kan ik nog doen. <laughs> Wat <laughs> <laughs> ja. is het te combineren, school, alles? Um, ik doe mijn best. Het is niet altijd even makkelijk, maar ik probeer altijd mijn best te doen. En dan als het niet lukt, dan is dat het, weet je, dan probeer het gewoon opnieuw. Niet alles hoeft altijd in één keer perfect te gaan. Nee, je geeft echt de tips mee, want sommige jongeren raken gestrest. Nee, raak niet gestrest. Geef niet op, ga ervoor. I like it, hè? Is je beide, hè? Geef <laughs> niet op, ga ervoor. So, Mr. Germain, wat zegt u tegen Young and Old over Mr. en Mrs. Tropical Beauty Suriname? Nou, um, dat, het voor dat het voor ieder is. Kijk, ik heb een, een Mr. van een ander kaliber. <laughs> een, een, een macho, macho, man, zeggen ze altijd. Mm -hmm. Ook erbij, het is, een, het is een opportunity voor ieder. Ga ervoor. Um, misschien dacht iemand je uit om mee te doen. Neem die opportunity. Ja, hij lacht, want zo is hij binnengekomen. Maar neem die opportunity. Um, ook, eigenlijk heb ik dit ook aan ouders en verzorgers. Als uw zoon of dochter zegt ze willen meedoen, neem het ook met ze door. Zeg niet meteen ja of zeg niet meteen nee. Um, het, is een, het is een traject. Waar ze veel ondersteuning vanuit huis gaan moeten krijgen. Ik ben zo blij dat u dat toch heeft aangehaald. Um, van huis uit die ondersteuning gaan moeten krijgen. Want het is een niet een makkelijk traject. Het is wel een heel leuk traject. En wat wij doen is stepping stones geven naar Something Beautiful. Niet omdat je niet hebt gewonnen, Ik wil zeggen dat dat ook het einde van de wereld is. Nou, misschien was dit niet voor jou bestemd. Misschien was dit voor een ander bestemming, maar misschien waar jouw deur net dicht is gegaan, is er een raampje ergens anders open gegaan. En dus ik zou zeggen, voor kandidaten die inspiration hebben, zie ik jullie in 2020. Okay. <laughs> en uh, ik ben er ook bij hoor in 2020 om yeah. ze te volgen, want ik vind dit een geweldig contest. Ik, ik, Meestal had ik zoiets van, oh, contesten, mooi zijn, en sindsdien zijn ze zelf leeghoofden. Dat hebben we niet gemerkt bij deze contestanten. Het waren allemaal <laughs> stuk voor stuk hele uh, uh, knappe mensen die wisten waarvoor ze gingen, meteen een doel hadden ook. Hè. Uh, een van de contestanten had aangegeven, ik wil de jongeren in mijn buurt inspireren en zeggen van, kijk, ik doe het, jij kan het ook. En net zoals je even zegt, en uh, ook uh, El, ja, Faris. Farisha, Faris. Ja, dat uh, je moet niet moet opgeven, maar je moet ervoor gaan. En ik ben zo blij dat ik ze vandaag mag hebben. Als eerst hoop ik, ja, toch? Het is een primeur voor in gesprek met. Want we hebben het voortraject gebracht, dus het zou natuurlijk helemaal het is één en één, dat we ook het finale stuk van dit contest hebben gebracht en aan u de winnaar en winnares mochten presenteren. Bedankt voor het willen kijken naar dit gedeelte. U gaat niet weg. Straks ben ik er weer met een ander onderwerp. Tot zo.